Hey Kanjers, wij gaan vandaag beginnen met dag 7 van Veilig Leren Lezen, kern 6. Voordat we gaan beginnen met de nieuwe letter, wil ik eerst letters flitsen. Ik hoop dat je klaar zit, daar gaan we. Ik wil dat je met me meeleest. O. I. I. Au. Au. E. A. E. G. Ui. L. I. U. 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 Oké, goed gedaan. Dit gaan we natuurlijk ook nog een keer doen met de woorden. De eerste ronde lees ik de woordjes mee en de tweede keer mag je het zelf doen. Ik wil dat je hardop meeleest. Daar gaan we. Mol. Niet. Dus. Hal. Lik. Pier. Meen. Teer. Hoop. Reuk. Zes. Bok. Moed. Jaap. Laan. Oké, dit gaan we nog een keer doen. Alleen wil ik dat je de woordjes nu zelf hardop leest. Daar gaan we. Goed gedaan. Oké, wij gaan kijken naar de nieuwe letter die wij vandaag gaan leren. Hier hebben we het woordje duim. Hey, wij gaan vandaag dus een letter leren die aan het einde van dit woord staat. Nou, het woord wat daarbij hoort is deze plaat. Wie ziet welk woord daarbij hoort? Goed zo, dit dier noemen we een duif. Ik wil dat je me meedoet. Daar gaan we hardop. De losse klank op de juiste plek. Vooraan. De. Ui. Duif. Hé. Hey. Aan het einde van dit woord horen we de letter. De. Ui. Duif. Hé, hey, wie weet bij welke familie deze letter hoort? Ja, deze letter hoort bij de medeklinkers. Voordat ik verder ga, wil ik eens dat je nog even goed kijkt naar die letter. Want deze letter hoort bij de medeklinkers. En hij ziet er heel mooi uit. Het is een lange letter met een streepje ertussen. En hij klinkt als de letter F. Doe je ogen eens dicht en luister eens goed. Nu jullie, spreek die letter eens uit. Ja. Zet je tanden maar naar achteren. Zeg eens op je onderlip. Probeer, zet je tandjes eens op je onderlip. En duw je onderlip een beetje naar boven. Ja, zo voel je je bovenste tanden. Voel je dat? Goed zo. Blaas eens heel zacht en lang. Voel je dan ook dat die lucht zo door je lippen heen stroomt? Voel je dat? Ik voel het ook. Ik ben heel hard aan het blazen nu. Hé, die hebben wij natuurlijk hier op deze lege plek staan. Daar komt die, let op. Ja hoor, inderdaad, het woordje duim. Lees de woorden die we gemaakt hebben. Nou, dat kunnen wij zoen. Duim, duif. De letter F, een nieuwe medeklinker. Werk jij vandaag in een zoenboekje, dan ga jij vandaag meer informatie krijgen over de duif. Ik wil dat je zo meteen het stukje tekst gaat lezen. Goed kijkt naar dit plaatje. En je hebt een potloodje nodig, want we gaan woordjes opschrijven. Oké, hier staat allerlei informatie over de duif. Ik wil dat je die goed leest. En dan heb ik hier een plaatje met allemaal cijfertjes. Nou, daar horen natuurlijk woordjes bij. En die woordjes die vind je hier zo meteen in de tekst. Jij kunt dus pas antwoord geven op deze vraag als je de tekst goed hebt gelezen. Weet je welk woord bij het nummer hoort? Schrijf dat woord op. Nummer 1. Wat nummertje 1 zo meteen is, vind je dus in de tekst. Als je het woord hebt gevonden, mag je het opschrijven. En dat mag je dan dadelijk ook doen met de rest van deze plaatjes.
op de volgende bladzijde bovenaan beginnen met stukjes tekst. Ik wil dat je goed leest en dat je het antwoord gaat vinden en een verbinding maakt met een lijntje. Bij welke soort hoort die duif? Hier staat een stukje informatie over een duif. En is dat dan een postduif, een houtduif, een stadsduif, een lachduif? Deze informatie die had je kunnen vinden op de bladzijde hiervoor. Dus als je het antwoord niet weet, wil ik dat je de tekst nog een keertje gaat lezen. Onderaan de bladzijde, waar of niet waar? Goed lezen en antwoord geven. Het antwoord kan waar zijn, niet waar, maar het kan ook voorkomen dat je het antwoord niet weet. Dan mag je daar een kruisje zetten. Op de volgende bladzijde, bovenaan beginnen, ik heb de vraag, in welk boek staat dit verhaal? Ik heb zometeen 3 stukken tekst en die moeten wij gaan lezen. En met een potloodje gaan wij zometeen onderaan de bladzijde aangeven, dit is nummertje 1, tekst nummer 1, die mag jij lezen, maar bij welk boek hoort deze tekst? Ik wil dat je een cijfertje 1 op de juiste plek gaat zetten. En dat mag je dadelijk ook met tekst 2 doen en met tekst 3. Ik wil dat je de nummertjes invult. Werk je vandaag in een maanboekje, dan gaan wij natuurlijk verder met de letter F. Die hele mooie laatste letter van de medeklinkers. Als jij daar vandaag een rondje omheen hebt gezet, als je de letter weet, hè, dus als je weet hoe deze letter klinkt, dan heb je alle medeklinkers ingekleurd deze week. Goed gedaan, knap, we zijn er bijna. Oké, wat gaan wij dan doen? Ik heb hier zometeen een plaatje en ik ga op zoek naar de letter F. Kuif. K. Ui. Ja. Hier hoor ik de letter F. Goed om te weten dat die letter F altijd te horen is aan de achterkant. Die harde F, die lijkt hier een beetje op. Kijk, dat is deze letter. Deze letter F klinkt hard en deze letter F klinkt zacht. Deze zachte F staat altijd aan de achterkant. Die letter komt daar niet in voor. Oké, vooraan. Ik heb hier een V. F-E. Het woordje 5. Als je dit woordje met mij meedoet, zul je voelen aan de voorkant dat dit een harde V is. V. I. F. Die harde V moet je meer kracht zetten op je lippen aan de voorkant. Dus dat kun je voelen aan je lippen. En aan het einde horen we de V. En dat is een zacht blaasje. V, vooraan de harde. Ei. Duif. Fuif. Wuif. Weef, leef, leeft. Hé, hey, zoveel medeklinkers. Kleeft. Lees de woorden die we gemaakt hebben. Oké, ik wil dat je met me meedoet. Daar gaan we hard op. Duif, fuif, wuif, weef, leef. Leeft, kleeft. Oké, wij gaan nu de woorden lezen van Veilig en Vlot. Ik ga de woorden voordoen. Zometeen wil ik dat je het filmpje op pauze zet en dat je de woordjes dan zelf gaat oefenen. En als je denkt dat de woorden goed in je hoofd zitten, dan mag je de woorden straks met de juf meelezen. Dat doen we met de woordjes die hieronder staan. Ik ga eerst dit even voordoen. Wij leren vandaag de letter F van fout, dief, juf. Eef is een vee. Fien is lief. Oké, ik wil dat je deze woorden nu zelf gaat oefenen die onderaan staan. Zet het filmpje daarom even op pauze. Goed oefenen en als je denkt, oké, ze zitten er vlot in, dan mag je het filmpje weer starten en lees je de woorden met mij mee. Duif, doof, dof, pof, fop. Vee. Nee, neef, geef, gaaf. Fout, fit, fut, dut, dat. Oké, wat ga je vandaag maken?
Wij gaan natuurlijk oefenen met die hele mooie letter. Goed kijken naar de plaatjes. Luisteren, want waar horen wij deze letter? En wij gaan geen kruisjes zetten. Ik wil dat je de letter opschrijft. Dat mooie boogje aan de bovenkant en het streepje. Dit antwoord is fout, zout, boef, vijf, vee, zee, buig, kuif, juf, hoef, zon, duif. Op de volgende bladzijde mag je op zoek gaan naar de letter F. Ik wil dat je goed kijkt in het letterveld en dat je op zoek gaat naar deze letter. En dan mag je een rondje omheen zetten. Dat geldt ook voor deze woordjes hier. Als jij de letter F ziet in het woord, wil ik dat je er een rondje omheen zet. Mag ook met de rest van de woorden. Ik heb hier drie zinnetjes. Ik wil dat je ze alle drie leest en een rondje zet om het pijltje die bij dit plaatje hoort. De laatste bladzijde, de moeilijke bladzijde. Ik wil dat je zo meteen goed kijkt naar het plaatje. Ik heb hier een kindje die achter de bus aanrent. Maar goed, wij moeten dus zinnetjes lezen. Want wij moeten gaan vertellen of het waar is of niet waar. De bus komt te laat. Dat is niet waar, want het kindje is te laat. Eve komt te laat bij de bus. Ja, dat is waar. Ik wil dat je dat zo meteen ook doet met de rest van de zinnetjes. Goed kijken naar het plaatje voordat je antwoord geeft. Ben je klaar? Ga je lezen in je harde leesboekje van Veilig en Vlot? Ga je de woorden van Veilig gespeld oefenen? En je gaat lezen in je dunne leesboekje. Zet hem op vandaag.